Dames en heren, allereerst mag het duidelijk zijn dat we heel erg blij zijn dat de drie collega's terug in Nederland zijn. En ik kan u verzekeren, zij zijn ook heel erg blij en hun families ook. We zijn verheugd dat ze in goede gezondheid hier zijn. Maar ik heb ze net in de ogen gekeken. Ze kijken ook heel goed uit hun ogen. Ze zitten lekker in hun vel en hebben net al even met hun familie contact mogen hebben. Ik wil ook van hieruit iedereen bedanken van Defensie, van Buitenlandse Zaken. Collega's die fantastisch werk hebben gedaan en hard hebben gewerkt om uiteindelijk de drie collega's hier weer in Nederland te hebben. Ik wil ook zeker de dank uitspreken naar Malta en naar Griekenland. Uiteindelijk hebben Griekse collega's jullie vanuit Libië teruggevlogen naar Griekenland. En jullie hebben niet gelijk nee gezegd, begreep ik. Dus ook dank aan die landen voor de steun die we hebben gehad om uiteindelijk een goede afloop van dit proces te hebben. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Ik wil graag namens onze manningen Martin en Bas en mijzelf nogmaals benadrukken dat wij ontzettend blij zijn dat we vandaag weer terug zijn hier in Nederland. We willen graag alle mensen bedanken voor het fantastische werk, zoals de generaal al aanhaalde, om ons terug te krijgen uit Libië. Altijd goed behandeld in Libië. We hebben genoeg eten gekregen, genoeg te drinken. We hebben tv kunnen kijken. Ze hadden bijvoorbeeld ook buitenlandse zenders. We zijn daardoor op de hoogte gebleven van het wereldnieuws, maar ook zeker de situatie in Libië. We zijn verder ook voor onszelf altijd positief gebleven. Wat daarin heeft geholpen is de steun en de wetenschap dat er zo intens werd meegeleefd in Nederland. Dat is voor ons een hele grote steun geweest, zodra we dat horen kregen. We kunnen wel zeggen, in het begin is natuurlijk alles intens, spannend. Je weet niet waar je aan toe bent, met name de onzekerheid in die periode. Ja, ik weet niet of je van een leuk moment kan spreken. Het is wel dat je elkaar probeert te ondersteunen en dat je lol met elkaar probeert te maken in zekere zin, om elkaar toch op te peppen. Ja, het is gewoon een periode van onzekerheid. Onzekerheid dat je kan nauwelijks communiceren met Nederland. Je familie weet niet waar die aan toe is. Zelf weet ook niet waar je aan toe bent. Het kan, één moment zijn ze aardig, maar dat kan zomaar omslaan. Het is gewoon een periode van onzekerheid. Dus ja, we hebben met elkaar wel lol gehad om elkaar op te peppen. Maar ik denk niet dat je van een leuke periode kan spreken. Het leukste moment is wat Yvonne zegt. Toen we vertrokken uit Tripoli en dat we het werk in de lucht waren en op weg waren richting Athene.